Een lekker zonnetje en temperatuur, kortom, ideale voetbalomstandigheden. Veel publiek en de Hattemer schooljeugd had gratis toegang. De beide teams werden met vlagvertoon onthaald. Op de foto met de KNVB-beker. Hato Heijn trapte af. Zij maakt naar Mahoudaf die de diepte zoekt. Zij maakt in een mooie 1-2 met Karakoudis. Het eerste Zwolse wapenfeit strandt op doelman Bultman. Fernandes maait over de bal, maar Mahoudaf scoort de 1-0. De snelle Pendjol met een knappe voorzet. Achterbal. Een snelle uitbraak met Van der Velde. Pendjol. Een Zwolfsbeen blokt de voorzet. Geen balcontrole bij Van der Worp. Een slapschot van Karakounis. Pendjol wil iets te veel. Een mooi doelpunt van Stef Nijland, 0-2. Door Karakounis, in de 14e minuut na een doorkopbal van Fernandes. Fernandes stuit op Bultman. Van der Worp. De voorzet van Van der Velde levert niets op. Bart van Hintem. Fraaie passeeractie van Saimak. Mahmoudov rond bekeken af, 0-4. Slechte trap van Bultman. Mark Plender passeert eigen doelman en voorzet van Van Winter. Fernandes met de 0-6, een mooi intikketje. Dieptepaas van Van Hintem, waarna Karakounis faalt. Stef Nijland maakt de 0-7 helemaal vrij in de 16.
Tom Bendjol met een schot net naast na een mooie actie. Doelman Bultman redt fraai om een schot van Fernandes. Rust met een stand van 0-7. Hattemer muzikanten spelen Ik ben een Zwollenaar. De Hattemer brandweer prepareert het kunstgras voor de tweede helft. Halen, dan helpen wij u verder. PSC Zwolle begon de tweede helft met rustig rondspelen van de bal. De accountant bij u om de hoek, met kennis van de lokale markt. Nieuweweg 95 in Hattem. EMA Gravures, sponsor tweede selectie in SV Hatto Heim. Graveerwerk met nummer 8 Karakonis. Gravenbeek. Saimak. Gravenbeek. Een echt grote kans. Van de Werf met een solo die goed afgestopt werd. Dieptepaas op Teube. Mooi schot van Maarten Teube. Gravenbeek. Karakounis. Via Olaria hoekschop. Saimak van afstand. Via Bultman voor de voeten van Saimak en simpel 0-8. Van de Werf. Van der Werf schiet ver naast. Goede redding van Bultman, wat nu wel goed afloopt. Steekpaasje Karakounis op Saimak. Boris Razovic rond simpel af op 0-9. Goed keeperswerk van Bultman. Een verre ingooi wordt verkeerd beoordeeld door Van Dijk en Saimak scoort eenvoudig 0-10. Razovic treuzelt en vallen door naar mensen grijpt goed in. Gravenbeek. Karakounis op Saimak en naast. Gravenbeek en Saimak. Mensink stopt de inzet van Karakounis fraai na een voorzet van Gravenbeek. Van der Werf probeert het van afstand. Mensink pakt een van richting veranderd schot.
Christian Domingo ontspeelt Mensing. Zijn voorzet levert echter niets op. Geblokt schot van Wolf. Jurgen de Weert. Mooie kopbal van Van Dijk. Een goede ingreep van Van de Weert. Helaas net over. Saimak levert een rolletje af. Geen probleem voor Mensing. Nummer 14, Jurgen van der Weert. Knappe solo van Wolf. Net naast. Kido Dozwa lag al verkeerd. Gravenbeek soleert en schiet slecht in. Een sterke periode van Hattelheim. Te slap schot, maar goed combinatievoetbal. Peter Sikkema gooit in. Nummer 19, Vincent van Hoorn. Schitterende trap van Van Hoorn. Een geweldige knal van Wolf die meer verdiend had. Benson schiet door de benen van Van der Werf, PSC op 0-11. Benson wurpt zich door de verdediging en brengt de eindstand op 0-12. Vrijwel meteen het eindsignaal van de goed leidende arbiter. Er is na nog een wedstrijd dan nog een primer, het Nederlands elftal. Maar allemaal bedankt voor uw komst en graag tot de volgende keer. De PEC-spelers bleven nog lang op het veld om handtekeningen uit te delen en foto's te laten maken. Vooral Benson was geliefd. De Hattelheim-spelers kunnen tevreden op vakantie.